Een hele goede dag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe video. Mijn naam is Hou Rijskamp en ik voor jou vandaag weer van een nieuwe informatieve video over de pre-sale Wiener AI. Ja, deze stond gisteren in mijn lijstje van de top 5. En uh, ja, ik ga je vandaag specifiek in deze cryptocurrency meenemen. Hoe ziet hij eruit? Wat kunnen we verwachten? Is dit een potentiële nieuwe booming cryptocurrency? Of gaat deze eventueel falen? Wat is het? Dat gaan we bespreken in deze aflevering. Mocht jij dat leuk en interessant vinden, smis die duimpje omhoog. Natuurlijk is dit geen financieel advies, bedoeld voor educatieve doeleinden. Laten we niet langer wachten. Laten wij beginnen. Alright. De Wiener AI. En yes gisteren was deze al um, ja, besproken in de video. Toen heb ik al ja, wat dingetjes gezegd wat ik wellicht verwacht, maar wat nog niet zekerheid is. Ja, wat bedoel ik daarmee? Allereerst, nou ja, wat is deze cryptocurrency? Hoe ziet die eruit? In ieder geval zien we al wel dat deze cryptocurrency uitgelicht is in Finbold, Bitcoin News, BTC Crypto News, Inside Bitcoins en Tegopedia. Met een gigantische APY, oftewel een staking beloning reward van 1248%. Is dit insane? Goed, ook natuurlijk onze Bitcoin magazine, waar je deze video natuurlijk ook bekijkt, heeft, hebben we een mooi artikel uitgeschreven. De Wiener AI is een grappige nieuwe honden meme coin en heeft de eerste twee weken al dik 350.000 dollar opgebracht. In de pre-sale. Beleggers zijn enthousiast voor een stukje van Ethereum's nieuwste digitale hond. Ja, en zoals we al zeiden, 350.000 is opgehaald, staat inmiddels op 700.000. Dus alweer verdubbeld sinds eigenlijk dit artikel is geschreven op 27 april. Dus verdubbeld in vier dagen tijd, weer 350.000 opgehaald. Wiener AI lijkt op Scotty AI, waar we ook eerder over hebben gesproken. Een andere recente topper die bijna 100 of 10 miljoen verzamelde met haar pre-sale. De uh, Y mixt twee populaire trends, namelijk het grappige memecoins en de slimheid van AI-coins. En het verklapt eigenlijk al een beetje, de naam zegt ook Wiener AI, verklapt eigenlijk al een beetje waar we het misschien over gaan hebben. Nou, en er wordt over di in dit artikel wordt niet echt ja, dingen naar voren gehaald wat het precies is. Zo staat hier ook. Het spannendste aan Wiener AI is dat de makers nog niet alles over de AI willen vertellen. Alleen kleine hints geven. En die kleine hints hebben we gisteren over gesproken. En gaan we vandaag ook zeker over spreken. Wat ik denk dat hier, ja, wat voor vinger in, hier in de pap zit. Goed, um, Wiener AI, een unieke mix van worstelhond en AI. En ja, dit is de eerste worstelhond, Deutsche Coin. Uh, <laughs> in ieder geval, het is echt. Ja, het is weer de meme waar je naar nou wilt zoeken. En het mooie is, zij willen gewoon letterlijk de Deutsche Coin van de troon stellen. Dus daar staat er ook, wie naar AI streeft naar de overname van de crypto Deutsche zien. Ja, en ze willen ook hier, Deutsche Coin is een beetje moe geworden, gelanceerd in 2013. Draait op zijn eigen blockchain een variant van op die van de Bitcoin. En werkt met proof of work systeem. Hierbij halen de miners met de meeste kracht de Deutsche naar binnen. Met het oog op stijgende temperaturen, wereldwijde klimaatdoelen wordt... Pol, oftewel de Proof of Work steeds meer een punt van zorg voor investeerders die milieubewust zijn. Ik vraag me af of dat de reden is om zorgelijk te zijn. Maar goed, zoals al aangeeft, ze willen Deutschkoen, willen ze van de troon stoten. Ze hebben flinke plannen, maar ze willen niet nog alles vrijgeven. Neem ik je even mee in de website van dus ook Wiener AI. En hier staat er dan ook wat is Wiener AI. En hier verklapt ze eigenlijk al een beetje mee. Wiener AI is uw revolutionaire AI. E Handelspartner met ongeëvenaarde mogelijkheden is de Wiener AI de ultieme troef voor elke cryptohandelaar, dus het begint er steeds meer op te lijken dat deze Winner AI een soort van AI-bot gaat zijn die gaat vertellen wanneer jij moet gaan verkopen, of waarin moet jij gaan kopen, of waarin moet jij gaan investeren, of wanneer je weg moet gaan. Dat is eigenlijk een beetje wat ik hieruit kan halen, en dat laat dan ook het volgende zien. AI verbeterde handel, een AI-interface die direct voorspellend en beginnersvriendelijk is. Oftewel, je hebt een AI-bot is wat ik dan ook verwacht. Dus naast de memecoin zal dit, is dus mijn mening, wellicht een AI-bot kunnen zijn die men helpt te treden. Of die een signaal geeft van beter ga je nu weg. Of die een signaal geeft: hey we zien hype ontstaan rondom deze cryptocurrency. Ja, wellicht. Um, is dit nu het moment voor jou om dus te gaan investeren in deze crypto of niet? Ik verwacht een beetje dat het zo'n soort um, meme coin gaat zijn met een use case waar je dus he, een IE-bot om de hoek hebt als partner, maar ook nog eens uh, stake to rewards kan uh, krijgen. Um, en, en ja, met een gigantische API, zoals we net al hadden besproken. Vervolgens, de Wiener AI Masterplan bestaat uit drie stappen. En stap 1 is lancering van de Worstenleger. De Wiener AI Contract Audit voor verkoop gelanceerd. Nou, dat is eigenlijk waar we nu in zitten. Stap 2 is dan ook uitbreiding van de Community Worstenleger. Ethereum, netwerk, overname. Stap 3 is eigenlijk de tokenlijst. Het lange wachten is voorbij wiener AI wordt gelanceerd op Global Exchange. En dat kan zowel centralized als decentralized zijn. Want, waarom zeg ik centralized en decentralized? Als we eventjes naar de tokenomics gaan. Hier Zie je ook, hier 10% gaat naar decentralized en centralized exchange liquidity. Um, 30% gaat naar de voorverkoop. Dus dan zie je al, als je meedoet aan deze voorverkoop, dat je al behoorlijk wat tokens ja, in beheer kan hebben. Dus uh, 30% voorverkoop, 20% gaat naar staking, rewards. Of nee, 20% gaat naar staking, 20% gaat naar staking, rewards. En 20% gaat naar marketing. Ja, en eigenlijk zijn dit wel de cijfers waar je naar wil kijken. De tokenvoorraad is totaal 39 of 69 miljard. Um, en wellicht is daar straks dus ook een onderdeel van jou bij. Goed, um, ja, mocht je hierin willen investeren. Of wil je hier meer over lezen, wil je dit artikel lezen? Ik zal hem even hieronder in de omschrijving doen. Um, en ja, wil je investeren, klik hier op rechtsboven. Koop nu. En het gaat heel simpel, eigenlijk zoals we vaker hadden besproken. Met Bij Metamask kan je dan ook bijvoorbeeld je wallet selecteren. Je kan ook beste portemonnee. Dan krijg je een hele lijst. Uh, met portemonnees die je hebt. Wanneer jij dan uh, daaraan vindt. Je kan hem ook met BNB kopen. En het belangrijke is: wanneer je hem met BNB koopt. is de transactiekosten super laag. Transactiekosten bij gas fees zijn op dit moment bij Ethereum heel hoog. Dus ik adviseer dan ook. dat je hem wellicht wel met de BNB-chain gaat aanschaffen. Want um, dan is het wel interessant om een klein bedrag te doen. Mocht je een groot bedrag doen, kan je best overwegen. om het met Ethereum uh, te gaan doen. Maar alsnog, als je een klein bedrag overweegt. zou ik dit toch kijken om naar de BNB-chain. Uh, de overname te doen. Goed over 21 uur en 1 minuut en 48 seconden loopt de teller alweer af. En dan krijgen we een prijsverhoging. Of we krijgen een prijsverhoging bij de 9,5 ton of 950.000. Goed um, nou ja dit was even een korte video over Wiener AI. En zoals het er nu uitziet is het dus. Meer dan alleen een community token. Ik kijk dus echt wel meer naar dat het een bot gaat worden, AI-bot gaat worden. Die men de signalen geeft van: hé, hey, je kan beter eruit gaan, of je kan beter in die altcoin gaan, of je kan beter uit die altcoin gaan. Echt AI-gedreven cryptohandelspartner, dat is wel deze worstelhond kan gaan worden. En door zelfs van de trauma gestoten. Het is misschien wat optimistisch, het zijn wel mooie milestones. Goed, in ieder geval was dit geen financieel advies. Het was vooral bedoeld voor educatieve doeleinden. Wil je toch met deze cryptocurrency meedoen? Hier onder de beschrijving staat de link naar de pagina en dan kun je het daar aanschaffen. Thanks voor het intunen, bye bye.